De gevolgen van de ingelaste uitzending over de kabinetsval hebben hun weerslag op de presentatorenstal van Op 1. Critici en prominente figuren pleiten ervoor dat alleen Thijs van den Brink en Sven Kokkelman overblijven als presentatieduo. Wordt er een massaal ontslag verwacht bij de talkshow? Ron Vreese, voormalig politiek anker van het NOS-journaal, tweet: "Ik was kritisch over Op 1, maar deze uitzending was ijzersterk. Wat een geweldige reconstructie met enkele hoofdrolspelers van de kabinetsonderhandelingen over migratie, klappende handen lichte huidskleur, klappende handen lichte huidskleur, Hans Larousse, voormalig NOS-directeur, merkt op, als slechts 2 of 3 uitzendingen goed zijn, moeten we kritisch kijken naar de andere 97, 98. Jules Paradijs, voormalig hoofdredacteur van de Telegraaf, is ook enthousiast. Hij zegt, Op 1 bewees opnieuw met het 3-gesprek over de crisis dat er ruimte is voor een vernieuwde versie van Op 1. Op vrijdagavond zou ik een luchtige masterclass programmeren met Matthijs van Nieuwkerk. Ton F. van Dijk, voormalig directeur van NPO 1, zegt, iedereen die Op 1 heeft gezien, weet dat Thijs en Sven in staat zijn om een hoogwaardige journalistieke talkshow te maken bij de publieke omroep, als een echt alternatief voor het entertainment bij RTL en SBS. Hopelijk wordt hier nu voor gekozen. Van den Brink en Kokkelman elke avond. Mark Dick, tv-producent, ziet dit ook wel zitten, maar benadrukt dat de talkshow zich puur op politiek en maatschappelijke kwesties moet richten. Niet op muziek, sport, showbiz, enzovoort, want dat zou niet werken. Rob Goossens, expert van RTL Boulevard, ziet daar geen probleem in. Hij zegt, zou dat niet juist goed zijn? Op dit moment is het qua entertainment vaak saai en voorspelbaar, en qua politiek vaak oppervlakkig en voorspelbaar. Gisteren was spannend en informatief. Zolang Op 1 probeert alles te zijn, is het niets. Gisteravond gaf ons een hoopvol idee van wat het wel zou kunnen zijn. Thijs van den Brink zelf erkent de moeilijke fase waarin Op 1 zich bevindt. Hij zegt in de Telegraaf, we zitten in een lastige periode. Het was even spannend toen BNNVARA eruit stapte. Maar zowel de omroepen als de NPO hebben de intentie om door te gaan. Als ze van ons af hadden gewild, hadden ze dat in de afgelopen weken kunnen doen. De NPO heeft duidelijk anders gekozen. Daar ben ik erg blij mee en dat geeft hoop voor een goede doorstart. Mediacourant vraagt zich af, wat vindt u?